Alessandro Dama, van de week had je het bij de collega's van Rijnmond over de keepersdroom en een penalty-serie. Niet vandaag uitgekomen. Ja, zeker. Gelukkig in positieve zin, maar wat ik al eerder zei tegen je andere collega's, liever niet. Ik heb liever gewoon dat we het in 90 minuten beslissen of in dit geval 120 minuten, want dat hadden we makkelijk kunnen doen. Ja, want die 120 minuten zaten vol met strijd eigenlijk, want daar moesten we het van hebben vandaag. Ja, zeker. Nou, het is strijd, maar ook goed voetbal. Ik denk dat we in de tweede helft, ondanks die twee tegengoals, flinke tegenvaller met rust. Eigenlijk zou je met 2-0 de rust in moeten gaan. Dan ga je eigenlijk met 2-1 achter de rust in. Totaal omgekeerd, terwijl er niks aan de hand is. En vind ik het knap dat wij als team in die tweede helft zo voetballen, zo druk zetten. En eigenlijk met z'n allen bezig waren om maar één ding te bereiken. En dat is doorbekeren. Ja, want je benoemt het zelf al. Dat eigenlijk het belangrijkste moment in die eerste helft is die kans op 0-2. En dan kantelt de wedstrijd eigenlijk binnen 3 minuten ineens naar 2-1. En hoe ga je dan eigenlijk de kleedkamer in? Dan gaan we met een klote gevoel. Ja, tuurlijk. Dat zeg je goed. Alleen, je hebt geen tijd om te balen. Want er zijn nog 3 kwartier te gaan. En in de eerste helft ben je gewoon beter. Is er niks aan de hand. Dus we hebben nog alle mogelijkheden om die wedstrijd weer terug te kantelen in ons voordeel. En ik denk dat we daar gewoon heel goed mee om zijn gegaan. Op zoek naar eerst naar de aansluitingstreffer, de 2-2. Ja, die was belangrijk en, voor het heel belangrijk aspect. Hij bleef wel lang uit, maar ja, hij moest gewoon vallen. Ik bedoel, dat kon niet uitblijven. En dan op een gegeven moment ga je door op zoek naar die 3-2. Ja, dan merk je wel in de verlenging in de tweede kwart dat het dan wel heel lastig gaat worden. Energie vloeit weg. Ja, dan merk je wel dat dat de koek ook een keer op is. Ja, want richting die eerste kwart van de verlenging dacht ik eigenlijk van, als die nu niet valt, dan weet ik het ook niet meer op een gegeven moment. Zoveel kansen kregen. Ja, dat gevoel had ik ook. Ik dacht, nou, die gaat 100% vallen. Alleen, ja, ik moet zeggen, collega keeper die hield een paar goede ballen eruit. Dat deed hij goed. Voor ons wat minder, maar ja, we hebben ze toch nog een ontsnapping kunnen geven met die penalties. Maar ik denk dat uiteindelijk de terechte winnaar, dat wij dat zijn. Ja, want die terechte winnaar staat ook in de man of the match eigenlijk voor me. Want ja, je bent gewoon uiterst belangrijk met die penalties natuurlijk. Ja, het was lekker om die vierde te pakken. Ik bedoel, Achim miste hem. Ja, en dan voel je de druk wel dat je hebt nog 2 kansen. En 1 van die 2 moet je pakken. En dan zien we wel verder. En als je dan direct die penalty ook pakt, ja, dat is natuurlijk heerlijk. Dat geeft ook een boost. Alleen helaas kon ik die 5e niet pakken. Ik zat er goed bij. Alleen ik had het idee dat ik er een beetje voorbij vloog. Dus dat maakt het lastig. Maar goed, eind goed al goed toch? Ik wou dat zeggen, want eind goed al goed. We zijn door in de beker. Volgende ronde thuis natuurlijk. Wat hoop je eigenlijk? Ja, die vraag heb ik al 5 keer gehad. Mij maakt het niet uit. Ik heb daar niet zo'n voorkeur voor. Ik hoorde dat we volgens mij de wedstrijd van Feyenoord, PSV of VVV kunnen krijgen. Ja, daar valt overal wat voor te zeggen. Ik laat het lekker om afkomen. We zitten in die kwartfinale en zaterdag is weer de belangrijkste pot. Ja, we gaan weer door natuurlijk. We gaan naar Top Os uit. Ja, precies. Succes, dankjewel. Dankjewel.